Ik ben vandaag bij Klaus Holtz Aesthetics in Amsterdam, want ik krijg een profilo-behandeling voor mijn gezicht en voor mijn hals bij Rogier Holtz. Ja, ik wil graag iets aan mijn huid laten doen. Het wordt toch iets slapper, maar ik wil geen filler gebruiken. Mm-hmm. Dus nu hoorde ik dat profilo een heel goed alternatief daarvoor is. En ik hoor graag wat het precies inhoudt eigenlijk, ja. Profilo. Ja, nou, heel veel mensen hebben dat ze hier geen filler gebruiken, maar wel iets aan hun gezicht verbeteren. Dan is profilo een heel goed middel om te gebruiken, omdat het geeft geen volumes, het geeft wel huidverstrakking. Je krijgt een mooie egale kleur. Het doet heel veel op de frisheid, zeg maar, in je gezicht. Het is de beste hydratatie die je kan hebben. Nou ja, dat het ook wat steviger wordt en klopt het ook dat dan je collageen aanmaakt, wordt het dan gestimuleerd ook door die profilo? Ja, dat is wat het doet. Ja. Ja, dus het is een hyaluronzuur. Ja, dus kleine sponsjes die vocht aantrekken. En dat zorgt ervoor dat je collageen wordt, en onder andere je collageen, maar ook je elastine wordt aangejaagd om te verbeteren. Ja, dus eigenlijk het natuurlijke proces wat al in je huid gebeurt, ja. zeg maar wat afneemt als je ouder wordt, doet eigenlijk krijg je weer een soort boost als het ware. Ja. Goed, nou dan lig je dan in de stoel. Ja. Het zijn 5 prikjes, die zijn niet echt heel erg pijnlijk. Dit vind ik zelf altijd een hele mooie plek. Dan krijg je wat verstrakking van je kaaklijn. Dus je voelt eigenlijk een beetje zo'n... dit is het. Zo. Oh ja, ik voel het nu. Ja. Nu je hand erop houdt, ja, je voelt echt wel dat er iets ingespannen is. En het loopt dus van... Ja. Hè, dus over een paar dagen is die verspreid van hier. Ik denk dan niet dat je er mooier uitziet aan aflopen, want je hebt die bultjes. En die lopen in een tijdsbestek van enkele uren, gaan ze zich rustig verspreiden in je huid. En dan in de aankomende 8 weken daarna wordt dat zeg maar steeds beter. Ja, oké. En als ik dat dan heb gehad, hè, zo'n behandeling, en hoe vaak moet ik dat dan in het begin herhalen? Is dat na 1 keer, is dat helemaal voldoende of moet ik een paar keer dan terugkomen? Nee, je doet het 1 keer en dan ongeveer een maand later doe ik nog een keer. En stel dat je bent 75, 78, dan zou je het nog een keer kunnen doen. In feite is het 1 keer een maand later en dan doen de meeste patiënten het zo eens in 4-6 maanden. Ja, maar om dan te herhalen. Dus het werkt ongeveer 4-6 maanden door en dan moet je het eigenlijk nog een keer doen. Dus eens in een half jaar zou dat is wel. Overal spuit je ongeveer 0,2 milliliter en de gehele behandeling is dus 2 milliliter. Jij zegt pure hyaluronzuur. Dus het is echt helemaal zo goed als huid-eigen hyaluronzuur. Ja. Dus wat je in je lichaam hebt, al van nature, dat spuit je als het ware nu in. De hals, hè? Ja, dus die lijntjes en die beten, die verslapping, die los je daar dan mee op. Ja, vooral die kleine structuren van de huid. Ja. Hè, waar mensen toch een beetje identificeren met ouder worden. Ja, en ook hier soms. Ja. Ja. Dan is dit de beste voeding. Ja. Ja, je prikt dit in een vast patroon van 10 prikken. Je ziet hem al komen. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat je een soort dubbele V-constructie prikt. En ook hier geldt weer dat je met een maand kan herhalen. Oké. Ik zeg vaak tegen patiënten, neem een kooldruifje mee of zo, of een sjaaltje. Want die bultjes die hier, die zijn iets langer zichtbaar in het gezicht. En wat kost nu zo'n behandeling? Die prijzen liggen ongeveer zo rond de 350 euro voor een hele regio. En een regio is dus een gezicht, een hals, een décolleté, beide handen. Wat je vaak ziet in onze kliniek bijvoorbeeld ook, als mensen meerdere regio's tegelijk prikken, dat de prijs iets zakt. Ja. Dus dan ga je van 335 naar 600 euro voor 2 regio's. Nou ja, het is dus eigenlijk een hele veilige behandeling. Ja, weinig kans op blauwe plekjes bijvoorbeeld. Ja. En vele andere dingen zijn er eigenlijk niet. Ik heb inmiddels 2 profilo-behandelingen gehad.
En mijn hals is echt een stuk steviger geworden, vooral ook onder mijn kin. Dat was toch iets losser. En het is echt weer helemaal stevig geworden. En ik had ook nog wel wat smalle lijntjes. Ja, en die zijn ook toch echt bij mij helemaal verdwenen. En mijn gezicht hier ook, vooral, ik voel het ook. Het is echt ook steviger. En hele fijne lijntjes die ik had, ja, die zijn ook verdwenen op mijn gezicht. Dus ik ben ontzettend tevreden over het resultaat.